Okay, are we? Stop. Ik kon al even mijn telefoon opladen in de badkamer. Ik moest de hele tijd midden in de nacht naar de badkamer lopen om te kijken of het erin zit. Ik was heel vroeg wakker. Wat is heel vroeg? Ik weet niet, maar ik heb nu een klok gekregen, maar ik vond het 6 of 7. En hoe ga ik dit doen? Joost zet dus echt zijn kerstmuts af omdat hij langs de kappen loopt. Dat zou een lullig zijn. Is dat een hoezo? Hij mag weer op. Oké. Nerdalert! Twee moeten we eigenlijk ook in Amsterdam hebben. Ja? Overpraat. We hebben nu wel zo'n ringspoorweg, maar geen trein die de hele ring volmaakt. Wil je eens proberen? Ja. Ja. Is een A in het midden van het eerste woord. Verticale streep is een A. Ja. En in alle talen is een verticale streep een A trouwens. Dat weet iedereen. Ik ga even kijken. Oh, oké. Okay. Hoi. Wat is dit? Worst. Oude mensen doen even een dutje. Sorry? Jullie gaan wandelen en wij doen even een dutje. Oké, doei. Doei. Tot de volgende. Vloggende keer. We zijn niet meer aan het wandelen. Nee. Je bent ook al oud. Ja. Doe niet zo flauw. Bram. Lul, ik was helemaal verdwaald. Ja. We gaan naar het London Transport Museum. Allemaal met treintjes en busjes. Ik hoop vooral treinen. Metro! Jongens, dit is de stempel. Nerd alert! Jesse, waar komt het woord bus vandaan? Uit Latijn, omnibus. Wat betekent? Voor iedereen. Of door iedereen, afhankelijk van welke context. Want het is zowel datief als ablatief. Next stop. Staat je goed hoor, dit. Nerdalert! Maar dat is dus in 1931 voor het eerst dus, die zich niet meer hielden aan de vormen van de lijnen en de afstanden tussen de stations, maar dat ze daar gewoon hele rechte lijnen maken. Wat is voor jou? Een magnetic bottle opener. Ja! Hey! Nou, dit is groot. We hebben Palestijnse wijn uit Bethlehem. Het zou heel goed kunnen zijn dat deze wijn op dezelfde plek is gemaakt als waar vroeger die kerststal zit. Nee. Ja. Jesse is klopt niet zo heel verfijnd, weet je wel. Ja, maar als het iets lekkers moet je gewoon overal opdrukken. Hoe vond je Nopi? Drie woorden.
erg lekker. Mooi. Wauw, poëtisch. Marinus, drie woorden, Nopi? Lekker, lekker, lekker. Yes, wat vond je van Nopi? Drie woorden. Toch nog zaad. Ik was al bezig met het zien. Mooi, wat voor zaad was het? Koriander. Nopi, drie woorden. Hoogrecht, halfrecht, nagerecht. Bram? Paat. Dat is één. Zeg, lekker eten. Nee, maar het was wel echt heel lekker. Ja. En ze hadden een gerechtje met, van, met die aubergine, die is veel aubergine. Die was echt zo, het hele gerechtje was in evenwicht. Klopte. Uiteindelijk vond jij het eigenlijk, drie woorden. Oh mijn god. Als ik had... een broertje laat proef ik weer die gegrilde kool, die was zo lekker. Oh, dus die proef ik nog de hele avond. Die kool, die, dat was zo lekker. Dat smaakte alsof je een heel Portugees barbecue restaurant in één keer op had. Het was gewoon aangebrande kool. Het was, nou, het was, met veel knoflook. Ja, zo lekker. Pepertjes. Gaat ie goed, Bram? NCS makes me feel unstoppable. Hey.